In mijn vorige video hebben jullie kunnen zien hoe ik de nieuwe knokker Melody heb gekocht. Alleen ging het nog niet zo heel goed. Want ik had Melody op krachtlevel 1 en dan word je echt compleet ingemaakt. Dan maakt niet uit hoe goed de knokker is. Krachtlevel 1 heb je geen schijn van kans. Nee, dat is echt niet normaal. Je moet je knokker eigenlijk minimaal krachtlevel 9 hebben om een beetje mee te doen tegenwoordig. Ook gewoon als je maar 80 trofeeën hebt. Op laag niveau heeft iedereen ook gewoon de knokker zo hoog. Dat zie je ook hier zo. Er zijn gewoon allemaal spelers die krachtlevel 11 en krachtlevel 9 knokkers hebben. Terwijl dat ze rond de 100 trofeeën zitten. Nou ja, dan moet ik dat ook maar gaan doen. En dat is precies wat ik vandaag ga doen. Ik ga namelijk Melody upgraden naar krachtlevel 11. En wat ik ook ga doen, ik ga proberen in één keer de 400 trofeeën erbij te krijgen. Zodat we zo meteen de 61.000 trofeeën hebben. Dat is ziek nice, dus dat is weer een mooie mijlpaal erbij. Dus dat gaan we ook halen in deze video. En heel misschien gaan we dan ook nog de top 10 halen van Nederland met Melody. Want op dit moment zijn de spelers natuurlijk volop aan het spelen, omdat Melody net nieuw is. Maar misschien als ik goed doorspeel en in één keer zeg maar die 400 trofeeën erbij haal, dan zit ik al met Melody rond de 500 trofeeën. Misschien dat ik dan al in de top 10 sta. Zo nice zijn! Maar we komen erachter. Maar voordat we gaan spelen en Melody gaat ook weten, smash dat duimpje omhoog, zouden we de 3000 likes kunnen halen. Zo nice zijn. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. En mocht je deze jongen willen supporten en bijvoorbeeld zelf ook Melody kopen of iets anders in Brawl Stars, gebruik natuurlijk die code MOUSE. Wordt gewaardeerd. Maar ik zal trouwens even mijn gratis cadeautjes claimen. Altijd chill meegenomen. Natuurlijk elke dag eventjes doen. En dan gaan we meteen Melody upgraden. Ga ik Melody meteen nog upgraden naar krachtlevel 11. Want dat scheelt gewoon extreem veel. Want dan is Melody gewoon in één keer een stuk sterker. En ik heb genoeg coins en krachtpunten om dat te doen. Ik zal hier qua uitrusting... kunnen we even snelheid doen. Dat is op zich wel chill. Dan zorgen we ervoor dat Melody snel door bosjes kan gaan. En Melody qua shield is denk ik ook wel handig. Hè? Want als je naar iemand toe gaat, dan is het fijn als je wat extra levens hebt. Want met Melody met super moet je gewoon naar iemand, naar dichtbij, naar iemand toe gaan. Ja, dan is levens altijd handig. Dan moeten we even kijken welke gadget of sterrenkracht ik moet gaan kopen. Melodies worden versneld met 25% en draaien in een 60 bredere baan gedurende 5 seconden. Oké. Melody krijgt 50% meer schild voor elke noot die om haar heen zweeft. Ik denk dat die misschien wel chiller is. Want dan heb je gewoon een extra shield op het moment dat jij meerdere noten hebt. Dus stel je hebt 3 noten, dan heb je gewoon een shield als je gadget activeert van 45%. Dat is echt mega veel. Dus ik denk dat dat wel een goede is. Dan gaan we door. Melody's noot rondom haar verhoogt haar bewegingssnelheid met 8%. Melody's noten duren 25% langer voordat ze verdwijnen. Ik vind deze wel echt ziek nice dat we meer snelheid krijgen. Dus op het moment dat we 3 noten hebben en we lopen in bosjes met mijn gear erbij, dan zijn we echt mega snel. Dat is echt niet normaal. Maar laten we nu maar solo showdown gaan spelen. En dan probeer ik in één keer door te gaan door de hele tijd opnieuw spelen te drukken tot de 500 trofeeën. Want als ik dat heb gehaald, dan zit ik over de 61.000 trofeeën. Dus dat is nice. En dan hebben we waarschijnlijk ook wel een plekje in de top 10 bemachtigd. Maar dan ga ik de hele tijd op opnieuw spelen drukken. Dus ik mag niet leaven. Ik moet de hele tijd op opnieuw spelen drukken. En dan ben ik heel benieuwd of we dan de top 10 plek hebben bemachtigd. Nou ja, dat moet haast wel. Dan moeten we haast wel in de top 10 zitten. Maar ja, eerst natuurlijk eventjes goed spelen met krachtlevel of Melody. Maar kijk, we bewegen dus nu al een stuk sneller. Maar op het moment dat ik nu in de bosjes ga lopen, dan gaan we nog sneller bewegen. Ja, dat is wel nice. Oké, hier even snel die kistjes openen. Met die muzieknoten wil dat wel. En met mijn gadget erbij heb je dus eventjes echt insane veel levens. Dat is echt niet normaal. Oké, we kunnen even hier kijken. Oh, die had ook een shield. Ja, er zijn natuurlijk veel meer Melodies die ook al hoog level hebben. Oké, ik heb nu mijn super, dus kunnen we even hier naartoe. Ja, dankjewel voor de gratis kill. Dat is echt te overpowered. Zo'n Angelo heeft geen schijnverkant op het moment dat ik 3 supers heb. Oh, dan moet ik trouwens hier eventjes oppassen. Maar jij moet ook oppassen, jongen. dan ga ik hier eventjes heen. Dan gaan we eens kijken of we die Melody daar zo kunnen pakken. Dat zou mooi zijn. Oké, het is natuurlijk wel zo dat bijna iedereen waar ik tegen moet ook gewoon hoge levels heeft. Dus in dat opzicht heb ik iets minder voordeel van krachtlevel 11. Maar ja, aan de andere kant, ik had het anders nooit gehaald hier zo. We moeten hier even oppassen. Oh, dat was iets te aanvallend.
Oké, ik had niet verwacht dat die Angelo ondanks de super mij nog daar kon killen. Ja, dat is een beetje zonde. We moeten natuurlijk wel eventjes een winstreak gaan maken. Dus ik moet wel ervoor zorgen dat we elk potje gaan winnen. Want ik wil natuurlijk wel wat sneller richting die 500 trofeeën gaan. Nou, dat gaat dan alleen maar lukken natuurlijk als ik gewoon een winstreak heb. Want dan gaan we gewoon het snelst. Ja, we zien het wel. Even kijken waar die Melody zit. Ik kan hier eventjes weer dit openen. En die Melody zit daar links. Dat is wel het nadeel van Melody. Iedereen ziet je al. Oké, we kunnen die kit heel makkelijk pakken. Als je in wasjes zit, kan iedereen je al zien door de muzieknoten die natuurlijk rondjes draaien. Dus als je wil schuilen in de bosjes als Melody zijnde, moet je er wel voor zorgen dat je geen muzieknoten hebt. Want anders heb je geen schijn van kans. Nee, echt totaal niet. Oké, hier die moeten we even kijken of we daar wat hits kunnen doen. Ik wil namelijk mijn super krijgen, want dan kan ik iets meer. Er zitten trouwens echt gigantisch veel melodies hier zo. Oké, ik heb nu trouwens mijn super, dus dat is lekker. Moet ik trouwens geen lag krijgen, want dan wordt het wel ingewikkeld. Kunnen hier even kijken. Oké, die gaat nu weg. Jongen, dat is weer jammer. Heb ik mijn super voor niks aan jou verspild? Oké, ik kan even kijken of ik jou alsnog kan killen. Zou mooi zijn. Ja hoor, lekker, 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 lekker. Ik zie dat daar een Angelo zit. Die zitten niet achter. Nou, prima. Dank u wel. Dan hebben we die drone erbij. Ik moet trouwens wel even zorgen dat ik goed mijn gadget ga gebruiken. Want op het moment dat we in duel zijn, moet ik die natuurlijk wel meteen activeren. We kunnen hier even een kill maken, denk ik. Hier even oppassen. Even kijken of dat gaat lukken. Ja, dat moet haast wel lukken. Oké, hier even oppassen. Nu mijn shield. Ah, dat was te laat. Maar we hebben in ieder geval win. Dus dat is nice. Alleen met al die andere melodies ben ik wel minder in mijn voordeel als melody zijnde natuurlijk. Maar we hebben nu in ieder geval een potje gewonnen. Dus dan kunnen we misschien vanaf nu een winstreak gaan inzetten. Ik ben benieuwd hoe lang het nou gaat duren voordat we een keer in een paar games komen zonder extreem veel melodies. En iedereen waar ik bij in zit is gewoon ook goede speler. Want ik moet tegen allemaal andere knokkers die ook in legendarische divisie zitten. Of die dezelfde roemlevel hebben als wat ik heb. Nou, en laat me vertellen, dat is echt een hoog roemlevel. Dus als je dat hebt, dan ben je gewoon een no-liver. Ja, zo kan je het bijna wel zeggen. Dus het is ook gewoon dat we tegen allemaal andere goede spelers moeten. Nou, dankjewel Angelo voor het helpen van het openen van die kist. Dan hebben we in ieder geval veel krachtpunten. Dus dat is lekker. Dan kunnen we eens kijken of we dit potje nu eindelijk een keer kunnen winnen. Dankjewel Angelo. Ja, die Angelo's die helpen mij goed. Moet ik wel eventjes zorgen dat ik geen lek krijg. Want dan wordt het anders wel een beetje vervelend. Je merkt wel dat je snelheid echt super snel omlaag gaat. Op het moment dat je niet van die muzieknoten om je heen hebt draaien. Maar 6 krachtpunten. Ik heb zo'n idee dat we dit potje misschien wel kunnen gaan winnen. Ik ga gewoon naar het midden. Dat vind ik wel leuk. Oké, we moeten hier wel even uitkijken voor die andere Melody. Want die heeft ook 6 krachtpunten. Sterker nog, die heeft er op dit moment 7. Ik moet even zorgen dat ik mijn super nu krijg. Dan kan ik hier misschien een kill gaan maken. En dat was een beetje te agressief gespeeld van mij. Ja, ik had eerst mijn gadget moeten inzetten. Moet nog een beetje een autisme worden. Dat ik zeg maar, of automatisme. Dat ik gewoon, oh, moet hier even oppassen. Dat ik meteen mijn gadget aanzet op het moment dat we hier in duel zitten. Dit gaat allemaal net goed. 200 levens. Oeh, dit gaat inderdaad nog maar net goed. Oké, nu ben ik wel benieuwd of ik dit potje nog weet te winnen. Die andere Melody is goed, jongen. Volgens mij is dat ook gewoon een gigantisch goede speler. Want we zagen gewoon ook een aantal goede tegenstanders tegen ons waar we tegenin moesten. Maar misschien dat ik hier alsnog die kill kan maken. En met die muzieknoot kan ik die andere raken. Nee, dat lukt niet. Hij heeft een dubbele aantal krachtpunten. Dus dat is wel redelijk wat. Maar ja, ik heb het midden, dus dat is dan wel weer chill. Gaan we eens kijken of ik hem weet te raken. Moet ik hier wel oppassen. En misschien dat ik hem nu alsnog kan hebben. En ja, ik heb gewonnen. Lekker man. Ja, geen idee welk krachtlevel en hoeveel trofeeën al mijn tegenstanders hadden. Maar dat mag ik nu helaas ook niet kijken. Omdat ik natuurlijk de hele tijd op opnieuw spelen druk. Maar dit is wel lekker. We hebben ondertussen al een kleine winstreak te pakken. Dus op deze manier gaan we wel redelijk snel qua trofeeën. Ik zal dit potje nog even deels opnemen. Dan doe ik de camera even uit. Ga ik voor mezelf spelen. Want ik denk dat we nog wel even bezig zijn. Ik zal trouwens even de timer nog aanzetten.
Dat is op zich wel leuk. Dan kunnen we precies zien hoe lang we zo meteen nog bezig zijn. Ik denk dat we nu ongeveer al 8 minuutjes bezig zijn. Nog geen 10 minuten. Maar dan kunnen we aan de hand daarvan een beetje zien hoe lang het gaat duren om de 500 trofeeën te halen met Melody. Ik denk dat ik er wel eventjes mee bezig ben. Dat gaat zo een uurtje duren. Ja, dat gaat denk ik wel gebeuren. Oh, nou, ik was vergeten. Ik dacht, die kill ik wel. Dat deed ik dus blijkbaar niet. We zijn uiteindelijk wel derde geworden met de winstschiet erbij. Is toch weer netjes zelf trofee erbij. Helemaal prima. Druk ik weer op opnieuw spelen, want we moeten nog even door. Ik doe de camera even uit, want anders gaat dit heel veel geheugen kosten. Want ik denk dat ik wel een uur bezig ga zijn. Dus ik zie jullie zo meteen over ongeveer een uurtje weer. En dan gaan we eens kijken of we het dan inderdaad hebben gehad. Ja, we gaan het sowieso halen, hoe lang we ook bezig zijn. Maar ik hoop dat het gewoon niet te lang gaat duren. Dus ik zie jullie zo meteen. Joejoe! Nou, ondertussen zijn we echt 1 uur en 3 kwartier bezig of zo. Ik zal het even bijpakken. Ja, echt niet normaal lang. Maar eigenlijk had ik dat ook wel kunnen weten van tevoren. Want ongeveer 500 trofeeën erbij. Stel je krijgt nog een keertje 10 trofeeën per potje, wat al heel veel is. Dan moet je al 50 potjes winnen. En dan heb je nog niet eens de verliespotjes meegerekend. 50 potjes. En dan ga je uit van gemiddeld 10 trofeeën per potje. Eigenlijk had ik het ook wel van tevoren kunnen weten dat dit zo lang gaat duren. Maar ja, ik denk dat ik gemiddeld een keertje 5 trofeeën per potje heb gekregen. Nou, dat is misschien iets aan de lage kant. Maar ik heb ook best wel hier en daar een keer een potje verloren. Waardoor je natuurlijk weer je winststreak kwijt bent. En dat potje dat je verliest, vervolgens krijg je of heel weinig trofeeën erbij, of zelfs min trofeeën. Het scheelt dat ik op een redelijk laag niveau speel. Dan is dat nog net iets minder erg als je wat trofeeën verliest. Hopelijk zit hier niemand in het midden. Nee, dat valt mee. Dan kan ik deze mooi pakken. Gaan we deze ook even pakken. En dan gaan we eens kijken. Volgens mij is top 2 voldoende om nu de 500 trofeeën te halen. Dus dat is op zich wel nice. We gaan even kijken of we die man die hier kunnen pakken. Ja, moet ik wel even oppassen. Want die Gus kan ook gevaarlijk zijn. Oh, die blijft daar zo. Dat is wel lekker. Ja, dan kan ik misschien nu niet deze krachtpunt gewoon nog pakken. Oké. Nou Gus, als ik jou was geweest, had ik gewoon volop achter mijzelf wezen aanrennen. Of in ieder geval, ja, achter mij. Want ik was echt makkelijk te killen voor die Gus. Als hij dat een beetje goed had gedaan. Maar ja, gelukkig deed hij dat niet. En dat is dan het voordeel dat we niet op het hoogste niveau zitten. Ik zal even mijn shield aandoen. En dan gaan we gewoon deze kant op. Hoppa. En dan gaan we eens kijken of we hier ook nog een duel aan kunnen gaan. Zou mooi zijn. Die Angelo springt weg. Dus moet nog heel even oppassen. Maar nu kan ik misschien wel bij die Angelo. Ah, dat water, daar kwam ik net niet lekker op. Dus dat is een beetje balen. Ik kan even met mijn shield hier wel die Angelo killen. En die Barn moet er wel oppassen, want die heeft ze super. Dus ik ga eventjes naar achteren. Zorg ervoor dat ik weer vol HP heb. En dan ga ik die laatste twee tegenstanders killen. Hoop ik. En dan heb ik het gehaald. Oké, ze gaan met z'n tweeën op mij. Is goed, jongen. Ik sloop jullie dan allebei als dat zo moet. Ja, jongen. Ik sloop jullie allebei. Hier. Even hier die man die pakken. En dan heb ik dit potje uiteindelijk makkelijk gewonnen. En dat betekent dat we nu de 500 trofeeën hebben gehaald. En ik heb de hele tijd op opnieuw spelen gedrukt. Gewoon elk potje opnieuw spelen, opnieuw spelen, opnieuw spelen. En dan hebben we dus uiteindelijk nu hoeveel trofeeën erbij gekregen in één keer. Oh, eerst krijgen we de star drops natuurlijk nog van vandaag. Heb ik dan vandaag 3 star drops? Ja, dat denk ik wel, ja inderdaad. Want we hebben natuurlijk wel 8 potjes gewonnen. Oké, nou, dat waren niet de beste. Maar 424 trofeeën erbij. En we hebben nu inderdaad de 61.000 trofeeën gehaald. Ziek nice dat dat uiteindelijk wel is gelukt. Ja, dat is toch wel weer even een mijlpaal om te halen. En dat betekent dat we dus nu voor de 62.000 kunnen gaan. En langzamerhand kunnen we naar de 70.000 trofeeën gaan in Brawl Stars. Maar laten we eens kijken qua klassement. Lokaal Knokkers Melody. Hoeveelste ik nu sta? Ik sta in de top 10 van Nederland. En Eet heeft gewoon al de rank level 30 gehaald. Dat is helemaal lijp. Die heeft dat waarschijnlijk in 3 versus 3 gedaan. Ja, want om snel te pushen in Solo Showdown totaal niet geschikt. Nee, echt totaal niet. Maar ja, wel leuk dat we op deze manier eventjes in de top 10 staan. Ik laat het er voor nu wel bij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouwers.nl voor de Bouwers Army kleding. Hoi.